Het allerleukste aan mijn werk, dat vind ik dat je je eigen kennis, waar je echt 25 jaar over hebt gedaan, hebt opgebouwd, te kunnen overdragen aan jonge leerlingen. Ik kan zeggen dat ik hier wel trots op kan zijn. Ja, het is elke keer, elke dag ga ik ook met een glimlach naar mijn werk. Ik kan privé, kan ik met André, kan ik dingen bespreken. Het is echt een vertrouwenspersoon. En ja, daar ben ik heel blij mee. Ik kan alles kwijt aan hem. Hij is een luisterend oor, hart van goud. Sowieso het vak techniek en de verwarmingstechniek vind ik heel mooi. Oplossingsgerichtheid is echt waar ik voor ga, waar ik voor sta. En ik vind het echt heel belangrijk om dat ook over te dragen aan mijn collega's. En de feedback en de dankbaarheid die ik krijg, die is in geld niet uit te drukken, zo mooi. Als je een goede coach bent, dan is het belangrijk om een luisterend oor te hebben. Geduld, dat is een hele belangrijke. En goede communicatie. Wat mij het meest raakt is toch eigenlijk dat kleine schouderklopje. Of eens een keertje een complimentje van zo Dre, 1 minuut ben je binnen. Ik sta al 3 kwartier te rommelen aan dat keteltje en 1 minuut heb je me aan de praat. Bedankt voor de goede leer. Zo'n opmerking is goud waard. André heeft heel veel voor mij betekend. Want zonder zijn begeleiding heb ik hier nooit kunnen staan. En dat heeft me heel veel zelfvertrouwen gebracht. Waardoor ik echt wel heel erg tevreden ben. En dat heeft me nu gebracht waar ik nu ben. En daar ben ik best trots op. Ja, het is alweer 16 jaar terug dat ik begonnen ben bij dit bedrijf. Maar sinds ik dit als coach doe, dat is nu gedurende 4,5 jaar, moet ik zeggen dat ik me nog nooit zo goed heb gevoeld. Echt super. Wat ik wil, is van elke monteur de beste monteur maken. Meer woorden heb ik daar niet voor.